Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Goedendag, leuk dat je kijkt naar Zesdaagse TV. De 37e editie van de Zesdaagse van Rotterdam, oftewel de Woning Zesdaagse zit erop. En dit is hem, de trofee voor de winnaar. En de winnaars zijn bekend, Thomas Bouda en jawel, Nicky Terpstra. Voor de vierde keer wint hij de Zesdaagse van Rotterdam hier in een kolkend Ahoy. Het was een fantastische slotavond. Nicky Terpstra met de grote prijs naar huis. En dat kwam als volgt tot stand. John de Braber en ik zijn klaar voor de finale koppenkoers van de 37e editie van de Zesdaagse van Rotterdam. In 2005 dus teruggekeerd hier in Sportpaleis Ahoy. De vraag is even voor wie het publiek hier in Ahoy straks partij gaan kiezen. Dat zullen vast de landgenoten zijn en die hebben het nodig. Al is de stand in het algemeen klassement na de extra ronde die Terpstra en Boudet pakten in het eerste de beste onderdeel van deze avond wel in het voordeel van de Nederlands-Franse combinatie van Energie Direct. Het zijn Terpstra en Bouda die met 211 punten aan de leiding gaan. Op één ronde gevolgd door twee koppels waarbij Hansen en Hester, de Denen, de voorsprong hebben in punten. Dat zijn de 279. En Havik Struutiga ook in dezelfde ronde met 224 punten. Op twee ronden staan dan Van Schip en Steels. En ook Robbe Gijs en Pjolaski, zijn Poolse koppelgenoot. En Beukenboom en Van Zijl, de nummer 6 van het klassement, staan op twee ronden achterstand. John, ik denk dat die mannen op twee ronden, die hebben een probleem, hè? Dat ga je niet snel meer goed maken ten opzichte van de top 3 van het klassement. Snelle aanvallen, Struutiga en Havik hebben het al eerder gedaan. Twee ronden, één koppelkoers pakken. Je moet niet te lang wachten in ieder geval, maar het wordt wel heel lastig. Kijk, als de jongens een beetje samengewerkt van voren, rijdt altijd wel iemand mee rond die zelf ook aan de kop staat. Maar er is nog van alles mogelijk. En dan is dan toch de eerste aanval. Albert Torres en Sebastian Mora, de mannen in het grijs, de Spanjaarden namens RTV Rijnmond. Die willen aanvallen en die Mora die dan het teken geeft aan de kleine Bouda. Van ja, laten we het samen doen, laten we gaan aanvallen. Als we een ronde willen pakken, dan is dat ook in jullie voordeel. Als al misschien Terpstra samen met Bouda eerder aan verdedigen denken dan aan per se aanvallen. En Schip van Schip maakte duidelijk dat hij door heeft dat hij niets heeft aan verdedigend rijden. We kijken naar de klok, nog 44 minuten en 50 ronden, dan is het voorbij. Dan is de derde Woning Zesdaagse voorbij. We hebben natuurlijk al 37 gehad, maar de derde met jullie als naamgever. De mooiste, vraagteken? Ja. Ja, voor mijn gevoel weer wel. Ja. Ja, natuurlijk was vorig jaar dat het mooi dat we wonnen. Maar ik heb deze hele week zo genoten van de ambiance in Ahoy. Vrijdagavond uitverkocht. Zaterdagavond was het ook bomvol. Zondag met de kinderen. Nou, voor mij zijn er nooit zoveel kinderen geweest. Het gaf een hele aparte sfeer. Maandagavond kon je hier niet lopen. Ja, nu kijken hier naar boven toe. Ja, wat moet je nog meer? Ik bedoel, dat is het eigenlijk waar we met z'n allen voor doen. Toch, wat heb je nog te wensen? Ja, dat ze elke avond vol zitten. En ja, dan moet de wens blijven. Kijk, mensen die hier eenmaal zijn geweest, ja, die zijn enthousiast en komen terug. En dat moeten we met z'n allen, moeten we deze sport verder uitdragen. Want ja, deze baanwielrenners verdienen een volle Ahoy. Weer een versnelling is van Struutiga. Mooi. Even uit het zadel, even aanzetten. En direct heeft de Friese flits, zoals Kees Maas hem noemt, een fraai gaatje te pakken. Met opnieuw Lichthart in het wit die erachteraan gaat. Struutiga die Havik inmiddels in de baan heeft gebracht. En Lichthart, ja, die moet het laten lopen. Kan niet aansluiten bij Juri Havik. En dit zou wel eens een aanval kunnen zijn die tot iets gaat leiden. Ja, en heel opmerkelijk dat Marques er meteen weg hier bij die demarage. Dus die laat echt weer het werk opknappen door anderen. Dat kan bluff zijn, maar als ik hem zo kom over het stuur zit, dan zit er niet zoveel meer op. Hans en Esther zouden we dus misschien wel eens kunnen afschrijven als mannen die nog voor de eindoverwinning in aanmerking gaan komen. Opmerkelijk dat ze dus vier avonden achter elkaar duidelijk de betere waren hier in Ahoy. En zou het dan toch zo zijn dat Terpstra en Bouda pieken op het juiste moment en de krachten goed verdeeld hebben. Havik die nog eens versneld omdat hij zijn best wil doen om in ieder geval de derde
plaats op het podium zeker te stellen. Maar duidelijk is dat ondanks die verdappering van Stoetinga en Havik, het applaus voor Nicky Terpstra weer klinkt in Ahoy. Thomas Bouda is de man met het zegengebaar in beeld. En Terpstra zal opgezocht worden door zijn nieuwe Franse ploegmaat. Het koppel dat in ieder geval het nieuwe wegseizoen als vrienden zal beginnen. Want ze hebben een uitstekende week achter de rug in Rotterdam. En straks mogen ze zich opmaken voor de ceremonie waarbij de winnaars van deze zesdaagse Nicky Terpstra en Thomas Bouda gehuldigd zullen worden. Vier keer win jij de zesdaagse. Je bent Mr. Zesdaagse Rotterdam. Nou, dat nog niet, want er staan er meer op de lijn. Maar het is wel lekker, ja. Waar plaats je dit? Want jij hebt zulke grote wedstrijden gewonnen. Waar staat dit dan? Dat baanwielrennen en het winnen van zo'n grote zesdaagse? Nou ja, je kan eigenlijk niks met elkaar vergelijken. Maar ik vind het gewoon wel heel erg lekker. Ja, van de 37e editie van de woningzesdaagse. Thomas Bouda, Nicky Terpstra! Chaos hier in Ahoy. Maar de slotsom is dat we een geweldige zesdaagse hebben gehad. De woningzesdaagse van 2019 zit erop. 2020 is die zesdaagse terug. En dan zijn wij van RTV Rijnmond ook weer bij. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Shit. Wat is het begin ook weer? Goeiedag, hartelijk welkom. Nee. Je ziet dan alles, hè? Alle wedstrijden. Nee, pakken we gewoon die vorige? Goeiedag. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. De wedstrijden zijn echt het aanloeren waard, zou ik echt willen zeggen. Time flies by in the yellow and green, skip around. That I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. De sfeer is altijd heel leuk. Nou, de sfeer. Ja, gewoon de sfeer, de gezelligheid. Biertje erbij. En een lekker beetje drinken, ja, dat klopt. Ja, gezellig. Proost. Feeling like someone. We got two in the front, two in the back. Sailing along. Van Torres, of komt hij uit? Is het Michael Zijla die het gaat doen? Michael Zijla, Torres, Michael Zijla! Ik sta gewoon met kippenvel en tranen in mijn ogen. Ja, hoe gaaf is dat? Ik was super nerveus voor de start van de zesdaagse, maar hij kon er ook wel van. Dus ik denk dat we beide wel heel zenuwachtig waren. Maar... Ja, zesdaagse altijd een spektakel. Thomas Bouda is de man met het zegengebaar in beeld. En Terpstra zal opgezocht worden. De winnaar van de 37e editie van de woningzesdaagse. Thomas Bouda, Nicky Terpstra! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers.